Het weer van deze winterse maandag in een notendop. We hebben te maken met een koude, maar ook droge luchtsoort. En daardoor was er veel ruimte voor de zon. Blauwe luchten, maar door dat koude weer ook lage temperaturen. En geleidelijk al de vorming van wat ijs. Vandaag overdag dus veel ruimte voor de zon. De temperatuur schommelde een beetje rond het vriespunt. Maar vannacht hebben we te maken met helder weer. En komt op veel plaatsen, vooral in het binnenland, matige en misschien lokaal zelfs wel strenge vorst voor. Dat zijn temperaturen onder min 10 graden. Matige vorst is min 5 tot min 10 graden. En ook woensdagochtend zullen we nog wakker worden in een wereld waar de temperatuur onder het vriespunt ligt. Dus die koude luchtsoort heeft ons land voorlopig nog wel even in zijn greep. Hoe ziet dat er vanavond uit als we naar de weerssymbolen kijken? Bewolking is geen sprake van. En met die zuidoostenwind wordt die koude lucht dus aangevoerd. Die is zwak boven land. Aan zee af en toe nog matig met windkracht 3. Maar over het algemeen dus weinig wind. En vanavond in vrijwel het hele land al lichte vorst. Met waarden tussen min 2 en min 4 graden. Alleen vlak aan zee, misschien op de Waddeneilanden en echt pal op de stranden, zal de temperatuur nog net boven nul uitkomen. Nou, vannacht dan blijft het helder en dan gaat die temperatuurdaling nog wat verder door. Hier en daar kan wel een ondiepe mistbank tot ontwikkeling komen. De laagste temperaturen worden in de oostelijke helft van het land verwacht. Daar min 6 tot lokaal min 8 graden. En misschien dat op een enkel plekje, als de wind wegvalt, als het helder is, dat net die min 10 graden aangetikt kan worden. In het westen van het land schommelt de temperatuur een beetje rond min 5 graden en daar dus ook iets meer wind. Morgen overdag houdt die zuidoostenwind stand. De temperatuur zal met moeite boven het vriespunt uitkomen. En door die windrichting zal de gevoelstemperatuur wel onder het vriespunt uitkomen. En in de loop van de dag gaat vanuit het zuiden de bewolking wat toenemen. Maar neerslag wordt daarbij niet verwacht. Vanaf woensdag gaat de stroming geleidelijk veranderen. Dan raken we die zuidoostenwind kwijt. En de wind gaat dan draaien naar het noordwesten. En daardoor zal de kans op een enkele winterse bui wat toenemen. En we zien het aan die oplopende temperaturen later in de week. De dooi komt aanzetten en daarbij stijgt ook de kans op neerslaggebieden. Maar voorlopig dus nog droog en koud winterweer.